Districtscommissaris Sirwan Kumar Ramai heeft de leiding over het bestuursresort van Wanica Noordwest overgedragen aan zijn collega Witprakash Julum Singh. Middels de ondertekening van het protocol van overdracht op het commissariaat Paramaribo Zuidwest was de wisseling een feit. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling was getuige van deze formaliteit. DC Julum Singh heeft 7 jaar de scepter gezwaaid in Nikeri, totdat hij op 11 januari overdroeg aan Nisha Kurban Babu. Hij noemt het werk zeer gevarieerd en gelooft dat elk district nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De burgervader vertrouwt erop dat de ervaring die hij de afgelopen periode heeft opgedaan hem in staat moet stellen leiding te geven aan zijn nieuw bestuursresort. DC Julum Singh vertrouwt er ook op dat het beschikbaar kader en het overig personeel hem op weg zullen helpen. DC Ramai heeft vooralsnog geen nieuw district of bestuursresort toegewezen gekregen van de president. Hij zegt zich beschikbaar te houden voor elke missie die hij krijgt van het staatshoofd.